Ja, het belangrijkste met video is in deze tijd, denk ik, vooral authentiek zijn en jezelf laten zien zoals je bent. En dat is natuurlijk hartstikke spannend. Dat heb ik zelf ook ervaren en dat ervaar ik nog steeds wel, dat het gewoon heel erg spannend is. Maar ik denk dat ik daarom ook wel goed kan invoelen wat mijn klanten doormaken als ze dat hele proces ingaan van zichtbaar worden en video's delen. En het is fijn dat ik ze daarbij kan, ja, helemaal kan begeleiden van de strategie bepalen vooraf en de manier bedenken om uiteindelijk nieuwe klanten aan te trekken, want video is gewoon een middel natuurlijk om in contact te komen met potentiële klanten voor wie je dienst interessant is. Dus die hele strategie uitstippelen, dat vind ik heel erg leuk en mooi om dat hele traject door te gaan, maar natuurlijk ook de video's opnemen met mijn team en mensen op hun gemak stellen en eigenlijk ervoor te zorgen dat het hele idee van de camera dat wegvalt en dat mensen zo authentiek mogelijk op beeld verschijnen. Want dat is volgens mij gewoon heel erg aantrekkelijk om naar te kijken. En ja, als dan uiteindelijk de video's online staan en ik krijg een bericht van ik heb gesprekken met potentiële klanten, dan denk ik, nou, dan hebben we het wel echt goed gedaan. En dat gaat dus verder dan alleen het opnemen van een video. Want je hebt niks aan alleen een video. Het is alles eromheen eigenlijk. Dus de online marketing eromheen. En hè, zorgen dat het gewoon helemaal goed geautomatiseerd is. En dat je gewoon afspraken in je agenda krijgt. En dat kan. En dat werkt dus ook als je zelf niet aan het werk bent. En dat is gewoon heerlijk als je kan vertrouwen op een aantal video's die dat voor je doen. Helemaal natuurlijk in deze tijd. En dat kan gewoon. Maar wat volgens mij het belangrijkste is, is inderdaad authentiek zijn, jezelf laten zien.